De E3 zit erop en er was natuurlijk één grote afwezige tijdens het feest voor de gamers. En dat was Sony met de PlayStation. Die houden een eigen feestje, dat noemen ze State of Play. En er gaan wat geruchten dat die misschien al best wel snel komt. En er wordt zelfs al een datum genoemd en dat is 8 juli. Let wel, dit is nog niet officieel, dus het zou ook zomaar kunnen dat het ineens later wordt of gewoon helemaal niet. Maar tijdens die State of Play moeten ze natuurlijk wel wat games laten zien, anders is het gewoon een state en niet een of play. En er zijn wat geruchten van games die er worden getoond. Cody. Dat klopt, ja. Eén daarvan is een soort van standalone DLC van Ghost of Tsushima. Die gaat Ghost of Ikishima heten, als ik dat goed uitspreek. Een ander eiland, wat kennelijk actief was tijdens Feodaal Japan. Dat gaat dus om een iets kleinere game, wat je kan verkopen als uitbreiding of als standalone. Een beetje vergelijkbaar met Lost Legacy van Uncharted of Miles Morales van Spider-Man. Dus dat schijnt eraan te zitten komen. Dat beweert in ieder geval een medeoprichter van de Xbox era, maar goed. Ja, nou ja, het zou dan wel een standalone titel worden. Een beetje hetzelfde, dus wat je al zegt, als Lost Legacy. En zoals we onlangs Miles Morales hebben gehad, dat nog best wel een flinke game was trouwens. Maar dat, die zou dan volgend jaar op zich staan. Ik kom helemaal niet aan mijn woorden vandaag. What's up? Het is gewoon zomer. Op zich staan te wachten. Ja, ik kom gewoon, het is gewoon, doet het niet meer. Maar goed, een losstaande titel dus, een kleinere titel. Maar er gaan ook geruchten dat een wat grotere game, dat we daar voor het eerst gameplay van krijgen te zien. Dat klopt. Ja, mag ik het gaan vertellen? Ja, jij mag het gewoon doen. Spannend. Ja, ze zouden dus gameplay gaan laten zien van God of War. Dat is de bedoeling. Althans, dat is wat de geruchten zeggen. Ja, nou ja, Ragnarok, die game is natuurlijk onlangs uitgesteld in 2022. En ik denk ook wel dat ze die game gaan tonen. Als je dat nu aan mij zou vragen, van, als ze een State of Play doen, wat gaan ze tonen? Nou, Ragnarok is wel een titeltje die ze moeten gaan tonen, want ze moeten ook wel echt. Want het najaar zit eraan te komen. Mensen zitten natuurlijk geld brand in de portemonnee om een PlayStation te gaan halen. Mocht dat lukken om een PlayStation te gaan halen, dan wil je ook natuurlijk wel weten welke games je erop kan gaan spelen. Nou is natuurlijk nog steeds de vraag, gaat Horizon Forbidden West dit najaar redden? Is dat de game die mensen een PlayStation gaat laten kopen? Mocht die het niet gaan redden, dan moet je wel een andere titel hebben klaarstaan. Nou ja, Ragnarok gaat het sowieso niet redden. Dus, maar je wil wel die mensen voeden van, hey, deze PlayStation die wil je hebben. Want je kan straks dit erop spelen. Je kan dit erop spelen en je kan dit erop spelen. Dus ik denk dat dit wel het perfecte moment is om voor het eerst Ragnarok te laten zien. Dat denk ik. Ja, als de game zelf niet kan, dan maar gameplay, I guess. Ja. En die standalone van Ghost of Tsushima zou ook leuk zijn. Maar verder ziet het er een beetje karig uit. Ja, het wordt volgens mij een beetje voor PlayStation wordt het een stil najaar. Verwacht er niet te veel van. Qua third party hebben we natuurlijk nog wel titels, maar van first party titels van Sony zelf. Ja, ik verwacht geen vuurwerk dit najaar. En corona heeft natuurlijk impact gehad op alles en iedereen en ook op ontwikkelstudio's. Dus ik denk dat we nog even een jaartje geduld moeten hebben en dat 2022 en 2023 echt fantastische jaren gaan worden voor ons. Dat wordt het jaar, ja. We hebben in ieder geval wel nog Kena Bridge of Spirits op 24 augustus. Dus dat is in ieder geval iets. We hoeven ons niet te vervelen. Maar goed, wat denk jij? 8 juli State of Play, gaat dat worden? Ja, sure. Ja, ik denk dat het wel moet wat jij net zegt. Ze moeten iets gaan laten zien. En E3 is voorbij, het wordt tijd. Ja. Ja, goed. Wij zitten er alvast klaar voor. En wil jij nou niks missen van deze State of Play? Gaat die echt plaatsvinden op 8 juli? Gaan we echt God of War Ragnarok dan zien? Gaan we daar echt de nieuwe Ghost of Tsushima zien? Ik krijg dat ook niet uit mijn mond, maar ik probeer het gewoon. Abonneer dan op dit kanaal, dan zit je sowieso vooraan en mis je niks met het laatste nieuws over je favoriete games.